met Serginho Dest, ben 18 jaar. Ben rechtsback van Ajax onder 19 en Jong Ajax. Ik speel hier al 8 seizoenen. Het is een hele mooie club, ik voel me echt thuis hier. En ik heb veel mooie dingen meegemaakt hier. En ik hoop echt dat ik nog in de toekomst veel meer mooie dingen ga meemaken. Want ik heb laatst mijn contract ondertekend. Dus ik denk wel dat het goed komt. Ik ben half Amerikaans en half Nederlands dus. Ik heb ook Surinaamse familie. Mijn vader die is Amerikaans. Hij zat dus in het leger, 24 jaar. Dat is echt een lange tijd. Hij heeft 2 jaar in Vietnam gevochten. Hij moest er 2 jaar blijven. En, hij heeft echt geluk gehad dat hij het heeft overleefd. Ik heb best wel respect voor hem, voor wat hij heeft gedaan, om eerlijk te zijn. Ik zal het zelf nooit doen. Ik zou niet mijn leven wagen om te vechten. Maar daarom heb ik ook heel veel respect voor hem. Van dat hij dat gewoon durft te doen en zijn land trots te maken. Ik woon in Almere. Daar was ik ook begonnen met voetbal. Ik speelde bij Omniworld. Dat is nu eigenlijk Almere City, was nog de oude naam. En daarna ging ik naar de BVO, dus de E-top. En toen in de E-top mocht ik de stage lopen. Ik had 3 clubs. Ik had PSV, FC Utrecht en Ajax. En ik koos voor Ajax. En ik had de stage gelopen hier. En de eerste keer ging ik dus niet door. Ik was wel tot de laatste ronde gekomen, maar ik ging niet door. En het jaar daarop had ik weer zo'n stage. En toen ging ik wel door. En dat was in de D1. Sindsdien speel ik hier altijd al. Ik heb heel veel mooie toernooien meegemaakt. En het is echt leuk hier bij deze club. Bij het begin, in de D1 vooral, heb ik iets minder jaar gehad. Ik kwam net bij Ajax en ik was nog een beetje onder de indruk van de andere spelers. Ik durfde niet echt mezelf te zijn. En op het einde hoorde ik ook van, als je geen verandering daarin brengt, dan moeten we je helaas laten vertrekken. En sindsdien ben ik gewoon echt altijd mezelf gebleven. Het is gewoon, ik heb een goede ontwikkeling doorgebracht. Ik heb ook wat mindere periodes gehad, maar ik denk dat ik dat zelf goed heb opgepakt. Altijd keihard te blijven werken aan mezelf. En, ik ben nu echt trots dat ik hier sta. En ik ben er nog lang niet, maar ik hoop er wel te komen. De eerste keer dat ik ging naar Amerika was in 2015. Toen zat ik in de B1 hier bij Ajax. En toen hoorde ik opeens dat ik 1 keer mee mocht gaan naar de kamp. En dat was dus ook in Florida. En toen speelde ik tegen Costa Rica, 2 interlands. Toen, de maand daarop, ging ik weer ernaartoe. Hadden we zo'n internationaal toernooi, Nike Frenties. Speelde tegen Turkije, Brazilië en Portugal. Onze lichting is best wel heel getalenteerd. Want we wonnen echt met hoge uitslagen van bijna iedereen. We hadden Portugal, hadden we met 7-1 verslagen. Turkije met 5-1 en Brazilië met 3-0. Dus we deden het echt goed. Op het WK onder 17. Heb ik mezelf wel redelijk positief laten zien. En sindsdien mocht ik ook dus met een jaar ouder meespelen, onder 20. En nu ben ik daar ook een vaste waarde van. De Amerikaanse mentaliteit staat ook bekend om altijd te willen winnen. Het is echt zo'n winnaarsmentaliteit. En ik zeg niet dat het over het algemeen bij Nederland niet zo is. Je hebt natuurlijk wel echt een paar mensen die gewoon precies dezelfde mentaliteit hebben. Maar het is misschien in Nederland ietsjes minder dan daar. Laatste, niks aan de hand. 1, 2, kom op. We zijn nu hier gewoon in de gym waar ik best wel vaak train voor mezelf. Nou, dit doe ik eigenlijk best wel lang, misschien 7 jaar of zo. Bij het begin was het nog niet zo intensief. Maar de laatste jaren, de laatste 2-3 jaar, ben ik echt intensief bezig met dit werk. Gewoon om mezelf fit te houden. Ik heb altijd zin. Ik ben altijd gemotiveerd om te trainen. Omdat ik echt beter wil worden. En soms heb ik bijvoorbeeld wel zin in lekkere dingen om dat te eten. Maar dan wil ik ook gelijk weer naar de gym om te trainen. Om het eraf te trainen. Ik voel me ook gewoon wat fitter in het veld. Ik zie ook dat ik gewoon veel duels kan winnen. Want normaal zou je denken, het zijn grotere jongens. Zo, je weet toch, dan moeten ze wat sterker zijn dan jou. Maar als je gewoon jezelf fit houdt en je blijft gewoon trainen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Maar ik wil juist mijn lichaam gewoon best wel klein houden.
En ik wil echt de kracht van binnen hebben. Dus explosieve kracht. Met mijn benen en mijn armen. Want dat is eigenlijk waar het om draait. Je moet alles kunnen doen met snelheid. Want je hoeft niet, laten we zeggen, veel kracht te hebben en je bent echt traag. Dan heeft het echt geen zin. Maar als je je kracht kan, ja, laten we zeggen, omzetten in snelheid, dan heb je echt veel profijt van heel veel dingen. En dan hoef je eigenlijk niet eens heel veel in duels te komen. Want door die snelheid ben je al vaak daar voorbij. Dus Eiting. Danilo. Czerny. Mee naar Dest. En daar is het 2-1 voor Jong Ajax. Het was sowieso een leuke wedstrijd, omdat het stadion eigenlijk helemaal vol was. Goede aanval, Czerny kreeg de bal en ik dacht van dit is mijn kans. Dus ik maakte de overlap. En ja, hij gaf hem mee, want ik had hem laten wachten en toen zei ik van nu, hij gaf hem mee. En toen dacht ik maar, de enige optie is schieten op dat moment. En toen ging hij er ook nog in. Het was, was echt een mooi moment. Ik ben een redelijk explosieve speler. Ik heb best wel een goede techniek voor een verdediger. En ik denk dat ik ook best wel een creatieve speler ben. Ik denk dat ik gewoon uit het niets soms wel wat kan creëren. En ik weet zelf dat ik nog aan heel veel dingen moet werken. Maar ik zie wel dat het de goede kant op gaat. Ja, ik zit eigenlijk nog officieel in de onder 19. Maar ik speel af en toe dus met Jong Ajax mee. Mijn debuut had ik gemaakt tegen PSV, Jong PSV. En ik zie wel dat er een verschil is qua keukenkampioendivisie. Het is ietsjes fysieker en een klein beetje sneller om eerlijk te zijn. Niet heel veel, ik had het wel ietsje sneller verwacht. Om ook heel eerlijk te zijn vind ik de Ajax onder 19. Ik weet niet, iets te makkelijk of zo om het zo te zeggen. Ik zit er echt tussenin. Ik vind dat ik wat minder, ik word eigenlijk niet meer echt zo heel veel uitgedaagd in de onder 19 om eerlijk te zijn. En bij Jong Ajax word ik dat wel. Ik heb eigenlijk nog nooit een voetbalcontract gekregen. En dit is mijn eerste. En ook nog best wel een club. Ja, het was wel spannend. Ik zeg eerlijk, ik had het al een tijdje gehoord. Maar ik moest het stilhouden. Dus ik had het aan niemand verteld. En toen ging ik daar naartoe. Ik had mijn ouders gemeld, ging met mijn ouders, mijn zaakwaarnemer. Het was echt een speciaal moment. Dus een onvergetelijk moment, ja. Het voelt heel goed, want ik wou het al mijn hele leven tekenen voor deze club. En het is eindelijk gebeurd. Ik ben gewoon aan mezelf blijven werken en heb geduld gehad. En uiteindelijk heeft dat mij uitbetaald. We zijn nu in Filmwerk Zuid. Dat is het pleintje waar ik altijd voetbal met mijn vrienden. En genaamd Oost. En iedereen is welkom. Het is altijd leuk om te voetballen. De meeste ken ik al rond, ik denk ongeveer 10 jaar of zo. Er zijn een paar nieuwe bijgekomen, maar ja, voor de rest kennen we elkaar eigenlijk best wel lang. Ja. Ik heb, ik weet niet, misschien wel duizenden uren. Om heel eerlijk te zijn, ik heb echt veel gespeeld op dit veldje. Het is wel wat minder geworden, omdat ik nu veel moet trainen. Maar over het algemeen, als ik vrije tijd heb en iedereen is aanwezig, dan ben ik er ook wel van. Ik denk gewoon de meeste skills leer je daar. En ik heb zelf ook heel veel naar Ronaldinho gekeken, omdat dat mijn idool is. En als je zulke filmpjes ziet en je ziet zulke skills van hem, dan ga je gelijk gewoon naar buiten om het te oefenen. En soms bleef ik echt wel gewoon 2-3 uur in mijn eentje oefenen, tot ik het kon. En dan werd ik ook heel boos als het me niet lukte. Dan schoot ik ook weer die bal weg, maar dan moest ik hem zelf weer gaan halen. Maar ja, ik ging niet weg van het veldje voordat ik het trucje kon. Ik voetbal altijd voor mezelf gewoon nog op dat pleintje. En ik denk dat het niet te zwaar is om dat nog extra te doen met deze trainingen. En het is alleen maar iets extra's, snap je? Ik wil ook een beetje een unieke speler worden. Dat ik niet snel vervangbaar ben. Mijn droom is om een WK te winnen en een Champions League te winnen. Die twee. Dat wil ik één keer op mijn cv hebben.